Je mag het nog één keer zeggen. Oké, mag ik het nog één keer zeggen? De afstraffing, vernedering, pandoeren, kletsletslanderen van de ene bil op de andere. Deze gooien we er ook uit. Dit is wel heel erg, deze. Na de storm van kritiek heb ik me maar even een stevig jasje aangetrokken als ik op bezoek ga in de koel. Want vandaag spreken we natuurlijk weer voor Koffie met de Koning met onze eigen trainer. Kort terugblikken op de overwinning tegen FC Den Bosch. Huh? Zijn we dan al gedegradeerd? Nee, gelukkig. Het was de beker. En een vooruitblik naar Groningen VVV. Hans, gefeliciteerd. Ronde verder in de beker. Dankjewel. Dat is ook wat we wilden. De vraag was, wanneer ben ik blij als we bij de volgende ronde gewoon weer in de koker zitten? En we zitten in de koker. Ja, maar dat is ook het allerbelangrijkste. En of het nou hoog of laag was, links of rechtsom, lelijk of mooi, ja. we moesten door. En dat was niet makkelijk, hè? Want ook zo'n tegenstander als Den Bosch, die voelen ook dat we niet lekker in ons vel zitten. Ja, dat hebben we gelukkig recht kunnen zetten met een verdiende 4-2 overwinning. Ja. Die wedstrijd begint, hè? Aanloop naar de wedstrijd hebben we het over gehad. Die wedstrijd begint. Hoe zit je dan op de bank? Is dat toch iets van extra spanning om dat? Nou, weet je, je ziet de jongens. Je hebt ze zondag en maandag meegemaakt. En uiteindelijk weet je dan ook dat ze zelf heel graag willen. Maar je moet ook wel een beetje de handrem erop zetten. Dat ze zich niet over de kop lopen. Hè. Dingen vergeten en doen. Dus uiteindelijk is het balanceren. Ja. En dan kijken naar die kopjes. En er stond wel een ploeg die graag wilde winnen. En dat hebben ze ook gedaan. Wat heb je in de rust nog moeten vertellen? Want je gaat met heel vervelend 0 in de rust winnen. Ja, oké, dat moment is daar en zo. En dat komt natuurlijk ook weer aan. En dan is het een moment van Della. Hè. Dat weet hij zelf als geen ander. Maar dat is wel mooi dat die groep dan het voor hem oppakt op dat moment. En dat hebben ze goed gedaan. Oppakken voor de groep, dat gebeurde ook voor de wedstrijd. Ja, beelden gezien. En als we nog wel of geen vuurwerk in het stadion mag, daar trekken wij ons even niks van aan, want er mag zoveel niet deze keer. Wat doet dat met zo'n groep en met jou? Nou, ik denk dat het een signaal naar de groep toe is dat de supporters zo achter je staan. Hè. Zeker in een moeilijke tijd, want wij missen ze erg. Hè. Wij missen ze ook ontiegelijk op het veld. Hè, zeker als je even moeilijk zit of dat je wat nodig hebt met het afjagen en noem maar op. Dus het was mooi dat ze er waren en dat was wel een, hoe moet ik het zeggen, een zetje in de rug om nog een stap extra te lopen. Dat is de beker eventjes, we gaan weer verder met de competitie, ja. Op naar het Hoge Noorden, er gaat iets boven Groningen roepen ze zelf. Ze zijn lekker bezig man in het groenwit. Ja, ze hebben zeker de afgelopen wedstrijd hebben ze goed gepresteerd natuurlijk. Hè, dat was een wedstrijd waar ze vrij eenvoudig wonnen. Maar ze hebben natuurlijk ook wel een aardige ploeg staan. Hè. Ze hebben natuurlijk met Pat en door zijn geroutineerde keeper. Ze hebben Robben aangetrokken, hè, die wel of niet bij is. Maar oké, dat geeft maar wel eens. Maar is dat gedurende de week ja, maar oké. Ja. Maar uiteindelijk geeft het hun wel een stimulans. En ook de jongens die spelen. Hè, met Larsen, die spits die nu weer een beetje aan de gang is. Met bewegende mensen eromheen. Dus weet je, ook deze wedstrijd. En dat zijn, het is een herhaling van zetten. Wij moeten iedere week gewoon met z'n allen top zijn. Als je naar zo'n Groningen kijkt om te analyseren. Zie je daar dan wel nog steeds de mogelijkheden in? Het is geen Ajax, het is geen, noem het maar op. Maar dat is tegen iedere tegenstander. Je kijkt altijd waar de sterkte en zwakte punten liggen. En daar probeer je de groep op voor te bereiden. Hè? Ook tegen Den Bosch hebben we dingen neergelegd. Nou, dan zie je bepaalde dingen wel terug en bepaalde dingen niet. Wat we in ieder geval wel zeker weten is dat Chris Koen er niet bij is. Hoe ga je met mensen om die terug aan het komen zijn van een blessure, dan wel misschien weer hun eerste minuut te kunnen maken? Ja, het is lastig. Heb je daar dan rekening mee? Van, ja. Hey, maar het kan zijn dat. Ja, het is lastig, weet je wel. Zeker in de fase waar we in zitten. Belasting en belastbaarheid. We hebben jonge jongens die wel eigenlijk leeftijdsgericht onder 21 mogen spelen, maar dat leggen we uit natuurlijk. Dus die maken ook minder minuten. Kan je ze in de training even wat extra's geven. En voorzichtig zijn met blessures, jongens. Hè? Want uiteindelijk hebben we een groep die is wel compleet, maar ook niet heel erg groot. Dus uiteindelijk moeten we zorgen dat we iedereen fit houden. En als er dan weer eentje terugkomt en die hebben wat langere tijd nodig, daar moet je dan ook wel rekening mee houden. Goed. Op weg dus naar de volgende competitiewedstrijd. Uit naar Grun. En of Robben wel of niet meedoet, dat gaan we zien. Dit was Koffie met de Koning.